Ik ben Gelske Sivera en ik ben het hier hofdame bij de Heermiel. Hey, ja, wat vies ervan als het keer is een bist? Ja, dat is natuurlijk echt helemaal super. Dit is echt iets wat ik als famke al woe. En als je ziet die famkes op de kaart en dan denk ik echt van, oh, dat is wel echt super wijs om dat een keer mij te zien. En ja, heel bijzonder. Ik ben hier opgegroeid en ik heb eigenlijk altijd mij maken. En nou, om het dan op deze manier een keer van een hele andere kant te zien, dat vind ik wel heel bijzonder dat ik die kans krijg. Ja. Hey, en hoe ging je de reacties bij die thuis? Ja, ik heel erg leuk. De reacties, thuis wie natuurlijk heel trots. En de familie, ik, de paakjes en bebbes, die vond het helemaal geweldig dat hun kleindochter daar straks deel van uitmaakt. Maar ik vrienden, ja, die vind ik allemaal hartstikke leuk. Dus heel lief en heel leuk om allemaal te jaren. Ja. En dan is het altijd de oren meesten. Of Jim weet het al een heel tijd en dan is het geheim horen voor de oren. Moeilijk? Ja, geheim horen is echt heel moeilijk. Ik ben normaal sprutsen, denk ik, best wel iemand die een soort vertelt. En ik merk vooral mij als alleen mijn vriendin zit of zo, dan vind ik het echt heel lastig om het net te zitten. En ik, als op een feestje zit of zo, dan denk ik, ja, ik heb ik een goed verhaal, maar ja, de meisjes dan net zitten. Dus. Viel je al een hofdame? Nou, met eerlijk zitten nou nog net helemaal, maar we hadden jurken natuurlijk al wel aanhangen en dan viel ik me wel echt helemaal een prinsesje en dan heb ik er heel erg veel zin in en dan begint het wel echt te leven. Waar zie je het meest naar uit met deze Heermieldagen? Ik denk eigenlijk alles wel. Ik denk dat het zo bijzonder is dat het van al die dingen die elke hier wil mij maken, is dat die nou van hele oren kant zit. En dat ik weer hele oren dingen mij maken. Bijvoorbeeld bij de verzorgingshuis langs en zulke dingen. Ja, daar ben je normaal net bij. Het Heermiel heb ik nog nooit mij maken. En dat lijkt me ook wel heel bijzonder om dat nou ik een keer mij te maken zien. Het thema dit hier is culinair. De krijgsbezoek, wat is kleermaatje? Nou, ik ben Ingreens. Ik ben student. Dus zo heel culinair is het net krijgen bij mij. ik ben meer culinair in de zin dat ik zelf wel lekker eten haar. Dus ik denk dat is bij mij Ingreens in elk geval net iets heel culinairs. Krijg je een stukje appeltjes maatje, grienten, een stukje vlees en dan houdt het wel op. Maar lekker eten is natuurlijk altijd goed. Dus ik vind het heel leuk om een keer een overschotel te mij te zien of een wat meer u te pakken. Maar dan moet ik er even een tijd voor nemen.